Zo, dan gaan we nu over naar wat testen voor de motoriek. Ik ga een beweging voordoen en u mag die nadoen. U kent hem misschien wel, het tikken met de vingers. Ja. Dus u mag deze beweging nadoen, zo groot en zo snel mogelijk als u kunt. Ja. Totdat ik stop zeg en dan beginnen we eerst met uw rechterarm. Okay. Yes. De assessor beoordeelt bij de deelnemer de aanwezige Parkinson-symptomen door een aantal lichamelijke bewegingen te beoordelen. De assessor doet een handeling voor waarna de deelnemer deze nadoet. Vervolgens vraagt de assessor aan de deelnemer of hij een stukje wil lopen. Met een stopwatch meet de assessor hoe lang de deelnemer over het lopen doet. De bewegingen van deelnemer wordt gemeten met het onderzoekshorloge.